Het is de zevende dag sinds de grootschalige Russische inval in Oekraïne. En de ontwikkelingen gaan enorm snel. Maar ons zicht op die ontwikkelingen is sowieso erg beperkt. Hè. Dat is altijd zo tijdens een oorlog. En zeker in de beginfase is het altijd moeilijk te zien wat er nu precies aan de hand is. Er wordt ook bewust en onbewust desinformatie verspreid. Maar je ziet het bijvoorbeeld aan kleine dingetjes zoals... Er was op een gegeven moment een bericht over de Oekraïnse soldaten die het zogenaamde Slangeneiland verdedigden. Waar een Russisch oorlogsschip naartoe was gegaan. En die hadden gezegd van, hey, wij zijn een Russisch oorlogsschip. Een hele bizarre situatie. Hallo, wij zijn een Russisch oorlogsschip. Geef je over. En toen was het bericht daarna, ze zeiden van fuck you. En toen zijn ze allemaal doodgeschoten. Later bleek dat ze gevangen zijn genomen. Maar dat was in het Oekraïnse verhaal van dit zijn martelaren. Dit zijn mensen die alles geven. En daar zijn genoeg voorbeelden van dat dat wel gebeurt. Maar het zegt iets over dat we helemaal niet zo goed weten wat er daar zo precies gebeurt. En op grotere schaal weten we bijvoorbeeld helemaal niet zo duidelijk wat de doelen van Vladimir Poetin precies zijn met deze oorlog. Daar wordt heftig over gespeculeerd en de enige speculatie is wat slimmer dan de andere. Maar we weten er eigenlijk heel weinig van af. Poetin die heeft er speeches over gehouden, maar wat er precies aan de hand is, weten we niet. Ik zal straks ook kort iets zeggen over Moldavië, maar vandaag was bijvoorbeeld het bericht dat op beelden van de Belarusische en Russische, er was een top van hun, en daar zo was naar voren gekomen dat er ook Moldavië werd genoemd op een kaart. We weten helemaal niet of dat bewuste desinformatie is, of dat een echte kaart is. Dat soort dingen weten we allemaal niet. Dus dat blijft heel erg speculeren. Wat we wel weten is dat het een hele bloedige aanval is. Bombardementen, luchtaanvallen door heel Oekraïne heen. De Oekraïnse staat heeft aangegeven dat er inmiddels rond de 2000 burgerdoden zouden zijn gevallen. Ook daarvan weten we niet of dat precies zo is, maar het zijn, als je kijkt naar de beelden die we wel voorbij zien komen, is het wel duidelijk dat dit een vrij bloedige aanval is. En we weten ook dat de Russische luchtmacht met name hiertoe in staat is. Dat hebben we eerder gezien in Grozny natuurlijk in de jaren 90. Hoe de Tsjetsjeense hoofdstad met de grond gelijk is gemaakt. En meer recent nog in Syrische steden zoals Aleppo. Waar burgerslachtoffers echt niet... dat was niet een belangrijk ding voor de Russische luchtmacht. Sterker nog, het was eigenlijk een strategie om het leven daar helemaal plat te leggen, om zo te zorgen dat uiteindelijk Aleppo kon vallen. Wat ook opvalt, is de traagheid van de Russische opmars. Het is een hele bloedige oorlog, maar als je kijkt naar het Russische leger, de schattingen zijn dat er tussen 100.000 en 190.000 Russische troepen bezig zijn of al in Oekraïne zijn. Dat is iets minder dan de totale omvang van de Oekraïnse strijdmacht. Maar de Russische strijdmacht is natuurlijk technologisch veel sterker, beschikken over een sterke luchtmacht. Terwijl Oekraïne eigenlijk nauwelijks over goed luchtafweergeschut beschikt. Dus dat die Russische luchtmacht die heeft eigenlijk vrij spel in Oekraïne. En desondanks zie je dat die opmars heel traag gaat. Er wordt gespeculeerd dat Poetin ervan uitging dat binnen een paar dagen Kiev echt wel gevallen zou zijn. Of in ieder geval dat daar nu de eindfase van de gevechten bezig zouden zijn. En daar is zeker geen geen sprake van. Het hele verhaal rond die 60 kilometer lange kolonne die op weg zou zijn naar Kiev. Die is wel op weg naar Kiev, maar het lijkt er ook op dat ze voor geen meter opschieten, af en toe een stukje vooruit gaan en dan weer stilstaan. Ook hier zijn wij natuurlijk, dat weten we dankzij satellietbeelden, maar goed, wiens satellieten zijn, dat is altijd een lastige. Maar
het is wel duidelijk dat, dat die opmars heel traag gaat. En dat heeft ten eerste te maken met gewoon de vastberadenheid van Oekraïne, zowel van het leger als van de bevolking. Je ziet dat echt op verschillende plekken het leger op een manier vecht dat gewoon aangeeft van wij gaan geen millimeter prijsgeven wij gaan dit niet over ons kant laten. Je ziet ook heel veel beelden van de bevolking die zich echt vrij stevig verzet. Hè? Ook mensen die voor tanks gaan staan, die tanks tegenhouden zonder dat ze ook maar iets hebben om die tanks echt mee te stoppen, behalve hun eigen lichaam. En dat werkt natuurlijk omdat die Russische soldaten niet zo vastberaden zijn. Een heleboel Russische soldaten hebben te horen gekregen dat zij aan een vredesmissie bezig zijn, dat ze als helden onthaald gaan worden, of dat er in ieder geval niet zo heel veel gevochten zal worden, dat ze alleen die fascisten in Kiev even hoeven uit te schakelen en dan is het voorbij. Maar ze komen vervolgens tegenover een bevolking en een leger te staan wat een taal spreekt, voor een deel dezelfde taal. Ongeveer een kwart van de mensen in Oekraïne spreekt Russisch. Dat zijn niet allemaal etnische Russen, maar een kwart ervan spreekt Russisch. En het Oekraïens, wat door 2/3 van de bevolking wordt gesproken, dat lijkt gewoon heel erg op Russisch. Dus dat, voor Russische soldaten voelt het niet alsof dit hele vreemde mensen zijn waar ze tegenover staan. Dat wil niet zeggen dat Rusland geen mogelijkheden heeft om dit verder op te voeren, hè? Om verder te gaan escaleren. We hebben dat gezien in bijvoorbeeld in Tsjetsjenië, dat ze daar echt alles uit de kast hebben gehaald. En dat was natuurlijk in eigen land eigenlijk, of binnen de grenzen van Rusland. En daar hebben ze, toen ze er steeds niet in slaagden om het Tsjetsjeense verzet uit te schakelen, hebben ze echt gewoon die hele hoofdstad van Tsjetsjenië met de grond gelijk gemaakt. En dat is vrij stevig natuurlijk. En dat is iets wat ze hier ook kunnen gaan proberen. Maar tegelijkertijd zie je wel, ik denk dat dat wel het meest bijzondere is, dat er heel veel verzet in Rusland zelf is. Direct nadat de inval begon, waren er al demonstraties. En als je dan over cijfers gaat hebben, het gaat over enkele duizenden mensen in verschillende steden. Een groot deel daarvan is opgepakt. En dat klinkt natuurlijk, als wij hier denken aan demonstraties, denken we, ja, duizenden mensen, dat is niet zoveel. Maar in de Russische context is dat enorm belangrijk, want iemand die daar de straat op gaat, wordt direct afgevoerd. Je ziet ook dat bijvoorbeeld een heleboel mensen zich uitspreken, publiekelijk, op internet. Dat zijn mensen met posities, burgemeesters, lokale gemeenteraden die zich uitspreken. Ik kreeg vandaag nog een petitie doorgestuurd waarop je van Russische docenten, en niet Russische docenten in het buitenland, maar Russische docenten in Rusland, die zich uitspraken tegen de oorlog. En waar die petitie was opgezet met aan het begin meteen al 1000 ondertekenaars. Dat is echt enorm. Dat laat echt wel iets zien over het formaat van de onvrede hierover. De protesten die afgelopen weekend plaatsvonden waren heel erg ongeorganiseerd. Je moet je voorstellen dat een tijd en een datum daar doorgeven, dat gaat natuurlijk niet van, nou, we maken een event aan en we zien wel hoe dit zich allemaal gaat ontwikkelen. Of de nationale vakbond die plaatst zich hierachter, die stuurt flyers naar al haar leden en op die manier loopt dat wel. Of we gaan televisiespotjes doen of zo. Nee, dit hangt echt af van activisten die dit organiseren, die flyers uitdelen met het gevaar dat ze opgepakt worden, met alleen maar een tijd en een datum. Dat is het enige wat ze doen. Dus dat is hartstikke illegaal. En desondanks zie je al dat er zulke protesten plaatsvinden. Dat is enorm belangrijk. Ik begreep ook vanuit onze Russische zusterorganisatie dat er voor komend weekend nieuwe protesten gepland staan en dat die veel
meer georganiseerd zijn. Dus het is te hopen dat, dat daar ook meer op komt dagen. En als je kijkt naar opiniepeilingen, en dan denk je natuurlijk, ja, wacht even, hoe kan dat? In Rusland opiniepeilingen. Dat is, vlak voor de oorlog is er een opiniepeiling gedaan die onder andere hierover ging. En daaruit bleek dat 40% van de Russen op dit moment tegen, of op dat moment, dus voorafgaand aan de oorlog, al tegen een inval in Oekraïne was. Dat is een minderheid, maar dat is wel een enorme grote minderheid. Zeker als je bedenkt dat dat voorafgaand aan de oorlog is. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de annexatie van de Krim in 2014, dat leidde ertoe dat in de opiniepeilingen dat de populariteit van Poetin omhoog ging. Want dat werd ook gezien als wat ze de Krim-consensus noemen. Rusland wilde het en de Krim wilde het. Dus op die manier, de lokale bevolking stond daarachter. De Krim-Tataren dachten daar wat anders over, maar dat is een minderheid. Dus in Rusland zelf werd er wel gedacht van, dit is een soort overeenkomst. In dit geval is dat niet zo. En het is zeer waarschijnlijk dat naarmate het aantal Russische doden in de oorlog toeneemt, dat die oorlog alleen maar minder populair gaat worden. En daarmee krijg je eigenlijk een soort situatie als in bijvoorbeeld Vietnam, Irak of Afghanistan, waar de Verenigde Staten eigenlijk vastliep in een land waar ze militair gezien superieur aan zijn, maar waar ze niet in staat zijn om die oorlog echt te winnen. Waar ik het nu over wil hebben is wat de drijvende krachten achter deze oorlog zijn. En dat is vooral heel erg belangrijk dat er sprake is van inter-imperialistische rivaliteit. En dat klinkt heel ingewikkeld, maar wat het eigenlijk inhoudt is dat verschillende imperialistische mogendheden, de Verenigde Staten, Rusland, China en nog een aantal van dat soort landen, die proberen zoveel mogelijk van de wereld op te delen in invloedssferen. En ze willen daarbij ook delen van de invloedssferen van de ander overnemen. Binnen dat systeem, waarin imperialistische mogendheden elkaar concurreren om grondstoffen, om invloedssferen, daarbinnen is de Verenigde Staten veruit de grootste, de sterkste, belangrijkste mogendheid. En die heeft na de val van de Sovjet-Unie in de jaren 90 geprobeerd om haar eigen invloedssfeer flink te vergroten. Dat gebeurde bijvoorbeeld door mee te werken en een drijvende kracht te zijn achter het opbreken van Joegoslavië in de jaren 90. Door de Eerste Irak-oorlog, toen Papa Bush Irak aanviel. En daar was uiteraard, dat begon met de inval van Irak in Kuwait. Maar dat werd vervolgens gebruikt om Irak kapot te maken. En door uitbreiding van de NAVO. Dus dat is wat ze in de jaren 90 bijvoorbeeld, dat zijn voorbeelden uit de jaren 90. Vervolgens na de eeuwwisseling gingen ze daarmee verder. Dus bijvoorbeeld de oorlogen in Afghanistan en Irak waren daar een onderdeel van. Maar ook wederom de verdere uitbreiding van de NAVO en ook gesprekken met andere landen die daar nu nog geen onderdeel van zijn, zoals bijvoorbeeld Georgië. Daar wil ik het zo kort nog over hebben. Saillant detail is dat Jeltsin, toen hij aan de macht kwam, de NAVO heeft gevraagd of Rusland lid kan worden van de NAVO. En Poetin, toen hij aan de macht kwam, heeft dat verzoek herhaald. Dus zowel Jeltsin als Poetin hebben de NAVO gevraagd en hebben de Verenigde Staten gevraagd, mogen wij lid worden van de NAVO? En in beide gevallen werd dat in het geval van Jeltsin, werd dat nog een beetje aardig aan de kant geschoven. In het geval van Poetin, toen was Bush aan de macht, toen werd het wat hardhandiger aan de kant geschoven. Want de NAVO uitbreiden met Rusland is natuurlijk heel gek als je bedenkt dat Rusland een concurrent is van de Verenigde Staten. Dus als je de NAVO gaat uitbreiden met Rusland, dan stopt de NAVO om
effectief te zijn in die strijd met Rusland. En waarschijnlijk heeft Poetin toen het omgekeerde gedacht van if you can't beat them, join them. If you can't join them, let's beat them. En is hij zich toen gaan richten op een soort revival van het tsaristische Rusland. Maar goed, die pogingen om de invloedssfeer van de Verenigde Staten uit te breiden, dat was ten koste van andere imperialistische grootmachten natuurlijk. En ik ben überhaupt niet voor invloedssferen, maar dat is wel wat er op dat moment gebeurt. En dan krijg je vanzelf botsingen. En je ziet ook na de eeuwwisselingen dat die uitbreiding heel duidelijk op grenzen stuit. Dus de Verenigde Staten loopt vast in Irak. De Verenigde Staten loopt vast in Afghanistan. In Georgië, waar gepraat wordt met Georgië om Georgië lid te maken van de NAVO, daar grijpt Rusland in. Op het moment dat Georgië het gevecht aangaat met twee opstandige regio's, Abkhazie en Zuid-Ossetië, op dat moment grijpt het Russische leger in, die vallen Georgië binnen en die doen eigenlijk datgene wat iedereen had verwacht dat Rusland ook nu in Oekraïne zou hebben gedaan, namelijk het bezetten van die gebieden, niet Georgië als geheel bezetten, maar die twee gebieden bezetten en daarmee Georgië effectief uitschakelen als het gaat om een staat die onderdeel zou kunnen worden van de NAVO en altijd een vinger aan de pap hebben in dat land. Als je die kaartjes zo kijkt, dan zie je gewoon dat ze echt vlak bij de hoofdstad Tbilisi zitten. Dus je ziet daar al dat de Verenigde Staten aanloopt tegen grenzen van het uitbreiden van die invloedssfeer. Tegelijkertijd zie je dat Rusland, een concurrent van de Verenigde Staten, Georgië, daar hebben ze een effectief antwoord. Ze gaan vervolgens meedoen aan de oorlog in Syrië. Daarbij slagen ze er eigenlijk in om hun doelen te bereiken door middel van de Russische luchtmacht die daar wordt ingezet. In 2014 annexeren ze de Krim. Dus op die manier lijkt het van hé, wij zijn eigenlijk in staat om onze eigen invloedssfeer weer iets groter te maken. En dat is de basis waarop Rusland weer wat sterker lijkt te staan of denkt te lijken staan. En ik denk dat daarom een Russische overwinning in Oekraïne ook echt slecht nieuws is voor bijvoorbeeld landen als Moldavië, hè, waar ook een deel van het land bezet wordt door Russische troepen, Transnistrië. Slecht nieuws is voor Georgië, want wat ze in Oekraïne hebben gedaan, hè, eerst twee republieken bezetten die ondersteunen en vervolgens het hele land pakken. Dat is, behoort dan zomaar tot de mogelijkheden als ze erin slagen om Oekraïne te bezetten. Nou denk ik dat het niet zo makkelijk is om Oekraïne te bezetten. Misschien kunnen ze het militair verslaan, maar het daadwerkelijk bezet houden is echt wel een tweede als je kijkt naar hoe die bevolking daar tegenover staat. Maar goed, elders zie je dat een land als China hier heel erg goed naar aan het kijken is. En China's reactie op de inval in Oekraïne is een beetje dubbel. Aan de ene kant is China een land wat eigenlijk overal in de internationale diplomatiek altijd benadrukt dat de territoriale integriteit en soevereiniteit van staten heel erg belangrijk is. Kort gezegd, zij vinden je mag geen andere landen binnenvallen. En zij denken dat, als je historisch kijkt, dan hebben ze natuurlijk gewoon Tibet binnengevallen en zijn er andere gebieden die onderdrukt worden. Zij zeggen dat eigenlijk omdat zij vinden dat vanuit hun historische redenering Taiwan onderdeel is van die territoriale integriteit van China. Dus zij vinden eigenlijk niemand mag zich bemoeien met Taiwan. Want Taiwan is, zoals Rusland Oekraïne beschouwt, onderdeel van China.
En Poetin die denkt precies hetzelfde over Oekraïne. Van Oekraïne is onderdeel van historisch Rusland, heeft geen eigen geschiedenis. Daar valt van alles op af te dingen, maar laten we het daar niet over hebben. Maar dat is zeg maar aan de ene kant. Aan de andere kant, het is dus wel een soort vergelijking van dat Oekraïne historisch gezien volgens Poetin bij Rusland zou horen, lijkt heel erg op dat Taiwan historisch gezien bij China hoort en dat China dus het recht heeft om dat land binnen te vallen. Belangrijker, China zit te kijken wat doet de Verenigde Staten. En het is ook heel opvallend dat op dit moment er mensen vanuit de Verenigde Staten naar Taiwan zijn gegaan om te zeggen, wij staan achter jullie. In het geval dat China jullie aanvalt, gaan wij militair beantwoorden. En dat hebben ze natuurlijk altijd gezegd over Oekraïne, dat ze dat niet gaan doen. Maar het is duidelijk dat die angst er wel in zit en dat de Chinezen er ook zo naar kijken van oké, maar jullie zijn vastgelopen in Afghanistan. Jullie hebben geen deuk in een pakje boter kunnen slaan in Irak. Want het is, jullie wilden Saddam Hussein verdrijven en in plaats daarvan, en misschien daarna Iran binnenvallen, in plaats daarvan is Iran nu de belangrijkste speler in de Iraakse politiek. Dus ze denken van jullie kunnen helemaal niks. En dat schept natuurlijk perspectief om alsnog Taiwan binnen te vallen. Dus dat op het moment dat Oekraïne onder de voet wordt gelopen en dit op een succes uitloopt voor Rusland, nogmaals, ik denk niet dat dat gaat gebeuren, dan biedt dat perspectief voor andere imperialistische grootmachten om ook dingen te gaan doen die vergelijkbaar zijn. Ik wil even gaan naar het Westen, waar we natuurlijk een golf van verontwaardiging hebben gezien over de Russische inval. Massale demonstraties, solidariteit met vluchtelingen. Ik denk dat dat heel mooi is en dat we daar niet al te cynisch op moeten reageren. Ik heb ook best wat activisten en daar zien reageren met, ja, maar waarom waren we er niet toen, of waarom waren jullie er niet toen de Syrische vluchtelingen kwamen, of toen de Afghaanse vluchtelingen kwamen. En dat is ook wrang als je je al jarenlang inzet voor die mensen en als je al jarenlang verzet tegen oorlogen, tegen de oorlog in Jemen, tegen de oorlog in Afghanistan, tegen de oorlog in Irak en een heleboel andere zaken. Maar dat is niet hoe bewustzijn werkt. Het bewustzijn werkt op die manier dat het begint ergens. Iemand ziet van, hey, dit zijn mensen die hulp nodig hebben. En dat dit dichtbij komt, dat het dichtbij is, dat je in je auto kan stappen en naar Oekraïne toe kan rijden, dat helpt daarbij om voor mensen het heel duidelijk te maken van, dit zijn gewoon mensen, net als ik. Het probleem is natuurlijk dat die andere mensen ook mensen zijn, maar dat is hoe bewustzijn werkt. En wij zouden juist die solidariteit met vluchtelingen nu moeten aangrijpen om te zeggen, ja, inderdaad, goed zo, gaan ze opvangen. En laten we die andere vluchtelingen ook opvangen. Ik denk dat dat de juiste volgorde is. Maar ondertussen, ik denk dat we daar niet cynisch over moeten zijn, maar ondertussen zie je ook dat er heel breed wordt gezegd, stop de oorlog. Maar dat allerlei verschillende betekenissen kan hebben. Dus je hebt bijvoorbeeld in de Verenigde Staten dat in een programma waar Condoleezza Rice, een van de ministers van Bush, zat, die mede verantwoordelijk is voor de inval in Irak, doodleuk instemmend zat te knikken toen de host zei, when you invade a sovereign country, that is a war crime. En er is niemand die op dat moment zegt, en dat is wat jij hebt gedaan, hè, in Irak. En dat is natuurlijk een hele bizarre situatie. En je ziet dus allerlei mensen die de afgelopen decennia mee hebben geholpen aan invasies, het schenden van soevereiniteit van andere landen, het onderdrukken van bevolkingen, dat die nu opeens zeggen van ja, maar Oekraïne, dat is vreselijk. Oekraïne, wat daar gebeurt is vreselijk, maar wat jij hebt gedaan is ook vreselijk. En je ziet ook dat er op dat gebied dat er een hetze aan de gang is tegen groepen
partijen die bijvoorbeeld de NAVO bekritiseren. Die zeggen, wij zijn tegen de Russische inval in Oekraïne. Wij zijn tegen Poetin. Maar wij vinden dat de NAVO hier ook een rol in heeft gespeeld. En vervolgens wordt er tegen de PvdA in België gezegd, jullie zijn voor Poetin. Nee, wij zijn tegen Poetin. Wij zijn tegen de Russische inval in Oekraïne. En wel hier en hier en hier en hierom. Maar wij vinden dat de NAVO hier ook een verantwoordelijkheid in heeft. Dat is iets totaal anders. In Groot-Brittannië is de Stop the War Coalition, die een uitstekend statement naar buiten heeft gebracht. Hè. Ik heb in het verleden wel wat dingetjes gehad rondom de oorlog in Syrië, dat ik dacht, nou, ben ik niet helemaal mee eens. Maar de Stop the War statement over Oekraïne was heel goed. In plaats daarvan wordt in Groot-Brittannië tegen de Labour-parlementariërs die dat statement hadden ondersteund, gezegd, jullie moeten die steun intrekken. Vanavond is er een Stop the War bijeenkomst, een hele grote. En daar heeft bijvoorbeeld John McDonnell, de rechterhand van Jeremy Corbyn, zich moeten terugtrekken, omdat hij, of tenminste zich moeten terugtrekken. Hij heeft zich teruggetrokken onder druk van Labour. Ik vind dat hij zich niet had moeten terugtrekken, maar had moeten zeggen, als ik ten koste van dit lid moet blijven van Labour, dan liever niet. Maar goed, wat je dus ziet is dat de slogan Stop de oorlog verschillende betekenissen kan hebben. En dat er in het Westen een stroming is die de oorlog in Oekraïne wil gebruiken voor rehabilitatie van de NAVO na de val van Kabul naar Irak. En die een rehabilitatie wil van het Amerikaans en van het Westers imperialisme. En die tegelijkertijd ook de militarisering van Westerse landen wil. En dan zie je bijvoorbeeld in Duitsland, dat is misschien wel het meest duidelijke voorbeeld, een land wat historisch gezien natuurlijk niet bepaald een sterk leger aan had. Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog zijn ze daar heel voorzichtig in geweest. Maar er is nu dus de aankondiging gekomen dat het Duitse defensiebudget met 100 miljard euro wordt vergroot. 100 miljard euro. En ik ging nog eens even de cijfers erbij pakken. Maar op dit moment, over 2021, was het totale defensiebudget van de gehele Europese Unie nog geen 200 miljard euro. Dat betekent dus dat dit een toename is van 50% van het defensiebudget van de EU, alleen al door wat Duitsland aankondigt aan toename van defensieuitgaven. Op dit moment staat de Europese Unie als geheel, al als het een land zou zijn, zou het de tweede staat zijn qua defensiebegroting. We hebben het vaak over China, opkomst van China. China is de grote bedreiging voor de Verenigde Staten. Dat is zo omdat het een concurrent is natuurlijk. Maar als we even kijken naar de defensiebudgetten, dan is de Verenigde Staten staat ver aan de kop. 700 miljard. Wat zeg je? 700 miljard geloof ik. Dat ongeveer, denk ik, ja. De Europese Unie, als je dat als blok zou zien, en dat zou je wel moeten doen, denk ik, dan is dat de tweede en daarna komt pas China. En dat gaat natuurlijk alleen maar leiden tot meer interimperialistische rivaliteit. Het gaat leiden tot een wapenwedloop, want andere landen zoals Rusland, zoals China, die voelen zich alleen maar meer bedreigd hierdoor. Dus die denken, wij moeten ook meer gaan investeren. Zoals wij in het onderwijs altijd zeggen, wie een mes op zak heeft, die gebruikt hem. En dat is ook het geval met een leger. Als jij je leger heel erg groot en sterk gaat maken, dan ga je die echt niet alleen maar gebruiken om jezelf te verdedigen. Op een gegeven moment denk je, nou, misschien is het toch wel handig om in die concurrentiestrijd met andere staten je er toch ook maar tegenaan te gaan bemoeien. En het resultaat van het vergroten van die defensiebudgetten is niet per se de bevrijding van Oekraïne. Het is een nieuw Irak, het is een nieuw Afghanistan
en dat soort zaken gaat er gebeuren. En ook als je kijkt, hè, er wordt veel gepraat over, zou de NAVO niet in moeten grijpen? Nou, veel van de leiders van de NAVO zelf, die hebben al enigszins aangegeven wat er gaat gebeuren als de NAVO ingrijpt. Ja, dan gaan wij Russische vliegtuigen uit de lucht schieten. En datzelfde geldt voor een no-fly zone. En wat je dan eigenlijk doet, als je zegt van de NAVO zou moeten ingrijpen, ik snap waar dat vandaan komt. Ik snap dat sentiment. Je ziet die kolonnen eraan komen. Je denkt, ja, ze staan daar de hele tijd op die snelweg. Schakel ze uit, nu. Maar wat je gaat doen is, die Russische luchtmacht is daar wel gewoon. En wat je eigenlijk vraagt is dat je een oorlog begint tussen kernmachten. En dat is niet niks. Oproepen tot een oorlog tussen kernmachten, daar lijkt mij helemaal niemand bij gebaat. En ik denk ook dat daaronder de wishful thinking zit dat Rusland ze toch niet gaat gebruiken. En ik denk, ik was een van de mensen die het ook een paar maanden terug nog zei. Ik denk niet dat Rusland Oekraïne binnen gaat vallen. Ja, misschien die twee regio's. Maar ze gaan niet Oekraïne als geheel binnenvallen. In de internationale politiek moet je het onverwachtse ook verwachten. En het gebruik van kernwapens, is echt, dan is er geen weg terug. Dus ik denk dat dat iets is waar we echt niet naartoe moeten willen. Überhaupt niet naar escalatie van deze oorlog. Maar zeker niet naar een oorlog tussen kernmachten. We hebben het natuurlijk, het gaat veel over sancties. En ik denk dat je daar heel erg moet kijken, zijn ze effectief? En historisch gezien zie je dat sancties vooral de bevolking van een land treffen. Als je nu ziet dat er een anti-oorlogsbeweging aan het ontstaan is in Rusland, dan denk ik dat je die mensen juist niet zou moeten treffen. Ik denk dat sancties, en dat geven, er stond vandaag zelfs op nu.nl een artikel hierover, economische sancties treffen vooral de bevolking en bereiken eigenlijk niks. Ik denk dat je het daarom moet beoordelen. Ze spelen Poetin in de kaart, want die kan het verhaaltje houden van het Westen valt ons aan, zie je wel die economische oorlogsvoering en daarom moeten wij ons ook verdedigen. Dus wil je die anti-oorlogsbeweging steunen, dan moet je juist niet met sancties aan de gang gaan. Ik wil afronden met wat we in eigen land kunnen doen. Ik denk ten eerste verzetten tegen het wapengekletter. Hè. Ik heb een aantal van de punten genoemd. Tegen westers wapengekletter. We moeten voor vluchtelingen opkomen. Zorgen dat die goed en ruim worden ontvangen. En dat klinkt als een heel erg van ja, dat gaan we toch ook doen. Maar als je Rutte op televisie zag, toen hem gevraagd werd van gaan we dit doen, toen zei hij ja, we gaan eerst binnen de bestaande kaders kijken wat we gaan doen. En helemaal niet een reactie van oh ja, dat gaan we doen. Volgens mij blijft dat een punt. En het punt wat ik eerder maakte van dan ook doorpakken en zeggen niet alleen Oekraïnse vluchtelingen, maar ook Oekraïnse vluchten die net wat donkerder zijn, zoals Nigeriaanse mensen die nu in Oekraïne zijn, die opeens bij de grenzen worden tegengehouden. Die zelfs uit treinen worden. Ja. Dat soort zaken. Ook op dat punt scherp zijn. We moeten het hebben over die dubbele standaarden, maar wel vertrekken vanuit dat de meeste mensen heel oprecht zijn in hun solidariteit. Maar dat de leiders degene zijn die hier die dubbele standaard hanteren. Maar vooral ook bouwen aan een beweging voor een alternatief voor dat systeem van interimperialistische rivaliteit. Voor een systeem dat daadwerkelijk een einde kan maken aan de oorlog. En dan niet alleen zegt van stop de oorlog van Rusland, maar stop ook de oorlog die door ons wordt of door onze regering wordt begonnen en waar onze regering aan meedoet. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is en dat dat de dingen zijn waar we nu aan zouden moeten werken. Daar wilde ik het bij laten voor nu. Oké.